Welkom bij het nieuws. Ik ben hier vandaag met Jesse's Wilde Wereld. Kan je ons wat vertellen over de enge tijger die ons zat? Zeker. Ik kan er heel veel dingen over vertellen. Misschien wel 1000 miljoen. Maar ik vertel even een paar dingen. Het is een hele grote soort van tijger-dinosaurus. Ja. Zijn super aanval is laserogen. Daarom schoot hij ook iemand van onze camera terug neer. Vaarwel, Jamie. Maar zijn brullen zijn als een dinosaurus. Zo hard. Zo fantastico. Nou, kan je ons nog wat meer vertellen over dat ding? Ja, we konden hem niet vangen, dus gebruikten we een piepbeest. Piep. Zo'n ding. We hoorden allemaal krekels. Het waren Afrikaanse krekels. In assen. Afrikaanse krekels in assen? Zeker. Ja, zoals ik al had verteld, zijn brullen zijn als een dinosaurus zo hard. Super eng natuurlijk. Maar ja, ik en mijn cameraploeg hebben we vaker met zulke dieren. Hij is een vijftal waardoor hij zichzelf een poosje stil kan zetten. Hij kan dan in de tijd kijken, kan dan nog gelijk zijn super aanval doen. We hoorden een hond blaffen, hij deed daarna gelijk zijn super aanval. Een tijger maakt hond dood. We hoorden gekaart de sirene, ja, want hij had een hond dood gemaakt. Logisch dat er dan een ambulance kwam. Ze durfde nu verder, dus de hond die was daar nog. Hij is al gelukkig al gevangen. En we gebruikten toen een piepbeest om hem hier weer te vangen. En ja, dat was het nieuws van vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genieten hebben. Hij is alweer gevangen. Gelukkig. Als hij weer is ontsnapt, dan is dat eng. Want ja, dan heb ik een slechte mededeling. Hij is alweer ontsnapt. En nu hebben hij dan ook een Hydrangla. Daarmee met die Hydrangla kan hij zijn familie opnieten. En de meneer. Dat was mijn korte uitleg over onze hele gebeurtenis. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Mellow Milk Club Meander. Nieuws Meander. Ik hoop dat u genoten heeft. Veel kijkplezier. Ik hoop, heb genoten. U heeft genoten. Doei!